Want Romeo's. Sydney heeft corona en nu gaan Richie en ik ook testen, want wij hadden nog geen klachten, dus... Sydney vindt het heel grappig. Papa en mama aan het doen. Such a crush. Echt afschuwelijk. Gelukkig gaat Sydney wel weer goed, ze was heel ziek. Wel gewoon zoals bij een normale griep, maar het was wel heel zielig. Yours again. Yeah, not good. Because I don't have it. And that means it's all going to take longer. Richie heeft het. En ik heb het niet. Dus dat betekent dat we dus nog langer in quarantaine. Dat ik nog langer in quarantaine moet. Op een gegeven moment hoop je gewoon dat je het ook maar hebt. Want je krijgt het toch en je moet er vanaf. Finally, over and done with. I feel sensible. But you're not on the peak of your sickness yet, Richie. You're celebrating, but what if you get really sick? I feel like I've passed it. Nee. Very recently we had our boosters, hè? So we're freshly boost. Je kan ook geen afstand houden van Sydney, hè? Ze heeft mij 1000 keer in mijn gezicht gehoest. Kwijlstroopwafeltjes in mijn gezicht geduwd. Het is rijstwafeltjes. Dus ik dacht echt van, nou ja, ik heb het meteen. Ja, wie had dat gedacht dat de stemming opgelucht is als je het hebt? Maar het gaat echt niet meer komen. Oké, nou, ik geef jullie wel een update. Niet dat ik denk dat dit leuke content is, maar... Kijk, ik heb dit boek, Oersterk Koken. En daar staan ook lekkere receptjes in. Ik ga nu deze champignon prijssoep maken. Dus ik ga wel aardappel toevoegen, zodat het echt een maaltijdsoep wordt. Er komt nog een eitje. Omeletje heel dun gebakken in reepjes overheen. Prei, ui. Dit is de bouillon die mijn moeder heeft opgestuurd. En champignons komen erbij. Ik denk dat Sydney ook wel een beetje bouillon daarvan wil eten. Heel vaak maken wij eten en daar een deel van kan Sydney dan weer eten met iets anders. Bijvoorbeeld tomatensoep heb ik gisteren gemaakt. En dat kan ik dan door haar pasta doen. Dus dan heeft ze een soort van tomatensaus. Oh ja, pompoensoep vond ze heel lekker. Hebben daar broccoli doorheen gedaan en rijst. What are you doing? Making a leek en mushroom soup. Lekker. Ja? Yeah? Yeah. Okay. Touch. So. Sailor? Oh, food. Yeah, she, I gave her squeezy, but she doesn't really care. You here to help? No, I'm here to grab a coffee and a morning snack. Richie en ik moeten dus om en om Sydney hebben en werken en proberen om alles af te krijgen. Hele lekkere soep. Vooral omdat het iets heel anders is dan de andere soepen die wij veel eten. Dus dit is een lekkere variatie. Richie heeft boodschappen besteld bij de Albert Heijn. Het is echt insane veel. Maar we zitten hier ook nog wel even. Vis. Are you recording yourself trying to be cool? Ik ga dit ook helemaal niet filmen. Ik ben uitgeput. I don't know if you want the list to go through. Nee. I don't want anything. I want to sleep. I'm going to bed when Sydney goes to bed. Dit mag dus niet. Dit is geen bal. Maar ja, you get the point hier. Bloemkolen. Lekker. Die heb ik nu al zin in. Oh ja, vegan kipfilet. Hij zei al dat hij van alles van mij ook had. Oh, die kleine feta's. Oh, dit wordt lekker. Hier. Bonensalade. Oh, hummus. Kipstukjes.
Het is een soort van verrassingsbox voor mij, omdat ik niks heb besteld. Dus we gaan dit even opruimen. Kijk, daar staan de kratten. Dit heeft de hele nacht een elastiekje ingehad. En nu heb je een fantastisch droomhaar. Nooit gedacht dat ik dus zou hopen het te krijgen. Maar ik weet gewoon dat ik het niet kan voorkomen hier in huis. Dus dan maar beter hoe eerder. Echt wonderlijk dat zo'n testje überhaupt bestaat. Hè? Dat het gemaakt kan worden. Dat het alleen aanslaat bij varianten van COVID. Want het is niet speciaal voor die Omicron nu. Ja, yeah, I think I get no. Oh, I think no again. You did? You reckon you got it in there far enough? Really deep. What we're doing is just pushing that day further away that we can exit back out into the regular world. Yeah. Because we went straight from lockdown into quarantine. Can we take a quarantine selfie with your camera? You, Sydney and I. We should have done it like sitting on the floor in the kitchen with all the groceries on the bench. Oh yeah. That would have been epic. That would have been nice, yeah. Come Sydney. Picture time. Ja, ik vind dit nu al geen leuke vlog, omdat ik de hele tijd er zo uitzie. En ik vind het juist leuk om dan leuke dingen aan te trekken, inspirerend te zijn. Maar goed, dat hoef je dus niet te verwachten van deze vlog. Mijn jas is binnen. Dit is een heel, heel interessant moment. Oh ja, ik moet dus nog even iets uitleggen. Ik wist niet of het de gele of de zwarte was, maar later ging ik dus fantaseren in mijn bed over welke outfits ik allemaal kon maken. En toen heb ik ook de zwarte besteld, omdat ik heel veel vertrouwen heb in dit jasje. Die was er alleen in S en op model was die heel erg losjes en oversized. Dus ik dacht, misschien zit die dan fitted, maar dat leek me alsnog wel mooi. Sydney. Wat een feestelijk dingetje is dit toch. Maar hij kan wel dicht. Maar hij staat wel op spanning. Dit en die cups vind ik geweldig. Alleen hij moet wel met een high waist. Op zich zou je kunnen zeggen hij past wel. Maar niet zoals hij bedoeld is. Wat een jas, hè. Wat een jas. Wat een droomjas. Mooi? You like it? Wel gewoon open, maar dat is minder leuk. Dicht is mooier. Nou ja, groen olijfgroen, die komt dus ook nog en die is in maat M. Want bij de schouders zit het wel goed en de mouw is ook ruim genoeg. Oké. Ik ben dus nog steeds niet ziek. Ik wil even mijn accessoires uitzoeken. Want laatst bij toeval kwam ik die haarband tegen. En die wil ik meteen nu in een look doen. Dus ik heb meer accessoires dan ik denk. We hebben natuurlijk deze. Hier heb ik er heel veel van. Of dan hier nog twee. Hele lekkere haarband, ja. Oh, is ook wel leuk met zo'n staartje. Kom ik meteen op een idee om dus niet mijn haar los te doen, maar met een staartje. En dan die haarband erbij. Leuk je ook elk t-shirt mee op. Is dit nog geloofwaardig qua haarkleur? Niet helemaal meer, hè? Zonnebrillen. Heerlijk brilletje, de Joker. Wie weet deze nog van het begin van het vloggen? Ja, ook te mooi dat ik die nooit op heb. Er zit ook een armband bij. Hier zit natuurlijk ook een armband bij, hè? Vergeet ik dan gewoon bijna. Yeah, it's a good idea, babe. Yeah, would you like me to stay up there so you can do what you're doing? I'm just organizing this on camera. And I think after she eats, she can go to bed, hè? Dit was ik ook vergeten. Clipjes voor Sydney kunnen komen nu heel goed van pas, want die verdwijnen overal. I need a suit, babe. Would you like some? Ja, lekker. En deze, zijn deze nou goed of niet goed? Die kom ik ook ergens weer tegen. Ga ik nu even indoen. Of wint dan altijd deze het? Hè? Ik bedoel, als je dan zo'n gekleurd ding in moet. Oh nee.
Deze doet wel degelijk iets anders. Ja, deze mogen zeker er wel bij zijn. Volgens mij heb ik dit ook wel eens laten zien. Mijn zus en ik, dus dit ben ik, met wc-papier in de BH en dit is mijn zus. Op vakantie met een verkleedkist. Heerlijk. Dus die staat hier ter inspiratie. Deze hier even vooraan. Dit is wel een droom sieradenboxje voor mij. Deze heb ik heel erg zin in, die zijn heel dik. Deze hiervan kennen jullie natuurlijk ook. Ik ga nu foto's maken van allemaal objecten in mijn huis. Omdat ik dus allerlei leuke dingen heb die nooit fotografeer. En dan heb ik dus leuke home content voor mijn quarantine. Ja, dus dat ik bijvoorbeeld deze doos met al die sieraden ga ik nu heel mooi met licht zo fotograferen. Dat is hartstikke leuk om naar te kijken tenminste. Dat vind ik zelf leuk. En dit bijvoorbeeld is ook een leuke foto van mijn werkplek. Oh shit, all of that was on camera. I didn't realize. Misschien kan ik er nog wel wat van gebruiken qua content. Content. I still ask carrying on like pork chops out of here. As photoshooting and then cuddling in a very strange way, I think. Exhausted way of cuddling. That's life. Geen foto's inladen. Nou is het klaar. Nou, dat was het voor nu. Misschien is dit wel de afsluiting van de vlog. Omdat ik gewoon helemaal niks doe natuurlijk. Buiten kom. Geen boodschappen ga doen. Helemaal niks. Doei!